verschillende muziekstijlen en verschillende culturen hier in Park Brakkestein tijdens het Pinksterweekend. Verschillende artiesten vanuit de hele wereld laten hier een nieuw geluid horen. Het is tijd voor het Music Meeting Festival. Het festival wat al sinds 85 in onze stad is. En dat is eigenlijk best wel bijzonder om te noemen. Als je zo lang kan bestaan, dan moet er iets van goeds in zitten. Dat kan niet anders. Je houdt niet zo lang iets vol als het niet gewoon geweldig is. Toch? Maak er een mooi weekend van. Heel veel plezier. Ook elk jaar, want dat is de 37e keer dat het wordt georganiseerd. Dus jij denkt dat ik heel oud ben, dan 37 jaar oud ben geweest? Oh nee, dat is niet, maar misschien wat langer dan één keer. Komen met regelmaat hier inderdaad een dagje heen. Wat staat er op de planning? Heeft u al bepaalde artiesten op de lijst voorbij zien komen waarvan u denkt, nou, dat wil ik niet missen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, laat zich verrassen. Laat ons verrassen. We gaan gewoon even daar kijken, tussendoor een kleine pauze. En er zijn ook heel veel leuke kinderactiviteiten hier. En op die manier laten we ons verrassen wat iets nieuws is wat we nog niet kennen. Heb je een fluitje gekregen? Heb je die daar gehad? Ja. En dan komen jullie hier elk jaar? Nee, dit is ons eerste jaar. Voor herhaling vatbaar? Ja, ik denk het wel. We zijn niet net, maar het voelt goed. Ja, en zo te horen vermaken de kinderen zich ook wel. Nog geen spijt dat jullie dat fluitje hebben gekocht? Nou, ze hebben hem gekregen. Dus, als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Oké, is dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Oké, is dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Wat vindt u er zo leuk aan dan, meneer? Want u komt er dus al zo lang. Het laat een beetje verrassen van de wereldmuziek. Ik hou er van een beetje van alle soorten muziek. Van klassieke jazz meer. En hier is meer dan genoeg keuze. En soms echt top. More water in my wine than I would like to admit. I am drunk on your compromises. Fuck this shit. I'm sick and tired. Reminiscing about your privilege. A cold case I'm turning into. If I don't hurry, hurry you in bloom, yet soon to be wasted. En genoten van de optredens al, hebben jullie er al wat gezien? Ja, wij hebben er al eentje gezien. En kunt u daarover vertellen, wat was dat precies? Ik hoorde wel al hele mooie klanten. Hoe heet ze ook alweer? Nadja? Nee, ze doe je Nadja. Hoe heet ze ook alweer? Adja, Adja, ja. Wat voor stijl was dat? Wat, Beetje jazzachtig, zo, nou, met trompetmuziek, heel mooi. Charmante Belgisch accent. Ja. Ja? Is dat dan de muziekstijl die jullie naar dit festival heeft gelokt? Allerlei verschillende muziekstijlen zijn hier. Is dat hetgeen waarom jullie ook zijn gekomen? Ja. Wij komen gewoon altijd. Oh. Altijd, maakt niet uit welke muziek. Oké, want dit festival is er al best wel een tijdje, 37e editie. Ik weet niet of ik 37 jaar ben geweest, maar wel heel vaak. Maar u heeft wat aardig op de teller staan, ja. Wat dit festival betreft. Zeker. Ik ben door haar uitgenodigd. Ik ben hier nooit eerder geweest en festivals zijn altijd interessant. Dus, Ik ben met Lex de eerste keer gegaan en vorig jaar ook weer. En dit jaar hebben we deze conglomeratie. Wat maakt het festival nou zo leuk dan? Ik vind het qua muziek gewoon het leukste festival waar ik ben geweest. Dus... Misschien is er, hoe zeg je dat, je hebt niet 15 verschillende podia tegelijk of zo, maar het is gewoon allemaal leuk, dus dat maakt het niet uit. Je gaat gewoon overal heen. Ja. Zeer vrij, zeer lief vind ik het vooral. Dat denk ik. Ja, kan me wel vinden. En het is ook heel relaxed. Ja, zeker.